Nou, jij bent volgens mij in ieder geval wereldkampioen veterstrikken, Sanne. Jongen, jongen, jongen. Ja, vind je dat? Waarom? Nou, je was er lang mee bezig, maar dat moet ook, hè? Ja, ja, ik wil gewoon eigenlijk dat die schaatsen gewoon perfect zitten voor de rit. En dan ga ik veterstrikken, ga ik staan, even voelen. Nee, nog net iets te los of net iets te strak. En ja, zo krijg ik ze zoals ik ze wil. Ja, maar dat is ook je materiaal. Daar moet je heel erg op letten. Die schaatsen moeten gewoon ja, één geheel met jou zijn. Ja, als het niet lekker zit, erger ik me eraan in de rit. En ja, dat is irritant, dus het moet gewoon goed zijn. Ja, hoe lang ben je er meestal mee bezig, weet je dat? Ik kan het in 2 minuten, maar ik trek er meestal 5 minuten voor uit. Je neemt er echt de tijd voor om het goed voor elkaar te krijgen? Ja, dat ik gewoon rustig zit en niet hoef te stressen van shit, ik moet over 2 minuten het ijs op. En daarna wil ik nog eventjes een rit kijken en dan het ijs op. Even naar je rit. Je deed het heel aardig, alleen ja, dan ineens gaat er wat mis. Ja, mijn laatste 1000 meter bedoel je? Ja, het begin ging inderdaad goed en alert, maar ik had wel 5 ritten gereden en dat mag natuurlijk geen excuus zijn. Dus ik zat voor mezelf, ik moet alert blijven, ook al voel ik me zo moe. Maar op het einde voelde ik dat ik inzakte, dus ik was met mezelf in gesprek van nou, kom op, nog even, blijf erbij. Maar nee, het liep niet zo, ik had een foutje gemaakt, ik had toch eerder naar voren moeten gaan en daar zat ik een beetje in te dubben. En wanneer had je dat moeten doen? Nou, toen die Engelsen mij inhaalden, toen ik op 2 lag en die Engelsen op 1, toen had ik er voorbij moeten gaan. Want eigenlijk iedere paar seconden ben je aan het dubben wat je moet gaan doen, hè? Ja, je moet dus eigenlijk niet dubben, je moet gewoon het initiatief nemen en op je intuïtie afgaan. Maar ik was aan het dubben en dan ben je dus te laat. En dan krijg je ook nog van je coach natuurlijk dingen te horen die je ook nog meeneemt in beslissingen. Ja, alleen nu wat Sinkie's ijzerstuk, dus ik kreeg nu even niks over me heen. Maar dat zal nog wel komen, ja. Maar dat kan ik inderdaad wel meenemen naar mijn volgende race. Daar leer je alleen maar van. Ja, maar in ieder geval, het weekend gaat goed. Ja, 500 vooral was goed. Was ik derde, maar er had ook meer in gezeten. Maar dat zijn allemaal dingen die ik meeneem naar de wildcup.